Voor het eindexamen Nederlands kun je niet echt leren, maar je kunt je wel goed voorbereiden. Zeker met de trucjes die ik je in deze video laat zien. Aan de hand van het HAVO-eindexamen uit 2016 eerste tijdvak laat ik per vraag zien welke tactiek je het beste kunt gebruiken om tot het goede antwoord te komen. Bij sommige vragen gaat dat echter niet, omdat het inzichtvragen zijn. In dit examen slechts 8 van de 41 vragen. Die vragen sla ik dan ook over en let op, ik geef dus niet steeds het goede antwoord, maar ik laat zien hoe je het snelst het goede antwoord kunt vinden. Deze trucjes kun je in vrijwel ieder ander examen Nederlands toepassen, dus doe er je voordeel mee. Om maar meteen met een belangrijke algemene tip te beginnen, het juiste antwoord bij meerkeuzevragen bestaat nooit uit de letterlijke zin in de tekst, maar vaak uit synoniemen in de zin uit de tekst. En daar bedoel ik mee, als het goede antwoord in de tekst bijvoorbeeld als volgt is, het verschijnsel kan zowel negatief als positief zijn, dan zie je bij de meerkeuzevraag het juiste antwoord in synoniemen staan. Dus voor negatief wordt het woord pessimisme gebruikt en voor positief misschien het woord optimisme. Denk daar dus aan. Tekst 1, vraag 1. Bij vragen tussen tussenkopjes kijk je naar de eerste en laatste zinnen van een alinea. Daarvoor hoef je dus echt niet de hele tekst te lezen. In het tussenkopje van deel 2 staat het woord betekenis van onwaarheden. Laat ik verklappen dat definitie een synoniem voor betekenis is. In welke eerste zin van een alinea zie je dat woord staan? Vraag 2. Let bij tussenkopjes goed op welk tussenkopje je moet zoeken. Bij vraag 2 gaat het dus om deel 4 en niet om deel 3. Sommige leerlingen lezen namelijk te snel. Zoek het woord motieven op, bekijk de betekenis en kijk of er een synoniem bij staat. Lees de eerste en laatste zin van elke alinea en kijk waar dat deel begint. En let op, deel 4 komt altijd na deel 1, 2 en 3. Vraag 3. Bij vragen waarin tekstgedeeltes worden geciteerd, staat het antwoord vaak voor of na dat citaat. In dit geval is het goede antwoord de zin na het citaat, dus de eerste zin van alinea 2. Je moet het antwoord alleen nog een beetje aanpassen, want uit de tekst blijkt dat het citaat niet in de morele kaders past. Vraag 4. Zoals ik al bij vraag 3 vertelde, bij vragen waarin tekstgedeeltes worden geciteerd, staat het antwoord vaak voor of na het citaat. In dit geval staan de twee antwoorden direct na het citaat. Vraag 5. Zoek bij functiewoordenvragen naar signaalwoorden. Zie jij een opvallend signaalwoord in deze alinea staan? Ik wel. Kortom. Welk verband geeft het woordje kortom aan? Vraag 6. Let op. Je moet 3 dingen noemen die met woorden te maken hebben. De eerste staat, zoals je nu al vaker hebt gezien, direct na het citaat. Het tweede antwoord staat in de kernzin van alinea 10. De kernzin is vaak de eerste of laatste zin van een alinea. En het derde antwoord zie je aan de aankondiging het derde mechanisme. Let wel, bij dit derde antwoord moet je weten wat een eufemisme betekent. Dat is een vorm van beeldspraak. Dat staat ook nog genoemd in alinea 10, aangekondigd door het woord alternatief, een andere mogelijkheid. Let dus goed op de signaalwoorden. Vraag 7. Hier wordt in de vraagstelling wederom een zinsgedeelte aangehaald. Het antwoord vind je vaak na dat zinsgedeelte in dezelfde of de daaropvolgende alinea. In dit geval is dat ook zo. Vraag 8. Voor deze vraag moet je de argumentatieschema's kennen. Zie hier de afspeellijst over argumenteren waarin je de uitleg daarvan vindt. Het antwoord staat wederom na het gegeven citaat. Vraag 9. Voor deze vraag lees je alinea 12 en 13 goed door. In alinea 12 staan voorbeelden van politici die met taal speelden. In alinea 13 staat de uitleg gegeven van die voorbeelden. Na een dubbele punt vind je vaak de uitleg. Streep de antwoorden bij de meerkeuzevragen weg die sowieso fout zijn. Vraag 10 is een inzichtvraag, dus geen trucje. Maar de volgende tip. Bij vragen met een tekstfragment lees je het tekstfragment even door en je probeert direct erbij te schrijven of het tekstfragment aansluit bij het hoofdfragment. Zijn ze het eens of juist niet? Vraag 11, 12 en 13 zijn inzichtvragen. Vraag 14. Je moet hier weer een tekstfragment lezen en vergelijken met de hoofdtekst. Maar let op, hier wordt duidelijk gezegd waar in de hoofdtekst. Lees die alinea dus goed door en probeer zo goed mogelijk antwoord te geven op de vraag.
Vraag 15. Bij samenvattingsvragen moet je alle voorbeelden of zinnen met details niet meenemen. Alleen de kernzinnen moeten in een samenvatting. In deze vraag wordt gevraagd welke zin er niet moet worden meegenomen. Zonder dat je de tekst leest, zou je deze vraag kunnen beantwoorden. De zin die namelijk weggelaten moet worden, gaat over de uitleg, dus een voorbeeld, van een gezegde. Dan tekst 2, een megaseller of bijna niets. Vraag 16. Bij vraag 16 lees je alinea 1 en 2 goed door. Bij het beantwoorden van deze vraag moet je goed opletten welke meerkeuzevragen fout zijn. Zo kun je A en D direct wegstrepen en antwoord B is het ook niet, omdat er maar één persoon wordt geïntroduceerd en niet meerdere. Goed lezen dus. Vraag 17. Bij vraag 17 moet je opzoeken wat het woord beknibbelen betekent. Bezuinigen. In het citaat wordt niet ergens naar terugverwezen, dus het antwoord staat in dezelfde alinea 5 en mogelijk in de daaropvolgende. Let goed op signaalwoorden, want in de eerste regel van alinea 6 staat verder, een signaalwoord voor een opsomming. Dat is tevens de vierde manier waarop een uitgever kan bezuinigen. De andere drie staan dus inderdaad in alinea 5. Vraag 18. In de vraagstelling staat het woord deze trend. Dit is een verwijzing naar wat eerder wordt genoemd. Een deel van het antwoord staat dus sowieso boven het citaat in alinea 6. Kijk hierbij ook weer goed naar signaalwoorden, want de eerstvolgende regel na het citaat begint met het woordje ook. Dat is de tweede manier die je in je antwoord moet noemen. Vraag 19. De hoofdgedachte van de tekst vind je vaak in de inleiding en het slot en moet over heel de tekst gaan en niet over een stukje van de tekst. Daardoor valt antwoord D direct af. Antwoord C staat nergens in de tekst en antwoord B is juist niet het geval, maar 3% van het geheel. Het is dus antwoord A en zul je altijd zien, in dit geval staat de hoofdgedachte niet in de inleiding of het slot. Vraag 20. Vraag 20 is net als vraag 19 een vraag waarbij je moet uitzoomen. Waar gaat nu heel deze tekst over? Zoek naar het antwoord dat echt in de tekst staat. Zo kan het antwoord C niet zijn, omdat de auteur geen oplossingen biedt. Hij laat andere mensen aan het woord die oplossingen noemen. Tekst 3 is een reactie op tekst 2. Dan kun je al verwachten dat deze waarschijnlijk tegen tekst 2 zal ingaan. Het is namelijk interessant om te zien of jullie twee teksten met elkaar kunnen vergelijken. Vraag 21 is een samenvattingsvraag. Voor deze vraag kun je 6 punten verdienen, dus je weet dat je 6 dingen moet noemen. Bij een samenvattingsvraag schrijf je alle kernzinnen, in dit geval van alinea 3 tot en met 6, op. Als je dat doet, behaal je 4 van de 6 punten. Noem geen voorbeelden of extra uitleg in de samenvatting. 1 ander punt kun je verdienen door een tegenstellend signaalwoord te noemen. En de zesde, tja, bekijk het antwoordmodel maar. Vraag 22. Zorg dat je de functiewoorden leert. In deze video leg ik alle functiewoorden uit. In dit geval moet je zien dat de schrijver in alinea 4 tot en met 6 de uitspraak in alinea 3 weerlegt. En in alinea 3 staat de samenvatting van tekst 2, waar de schrijver van tekst 3 het dus niet mee eens is. Een weerlegging is dan ook logisch. Vraag 23. Zorg dat je alle drogredenen kent. In deze video leg ik de drogredenen uit. Lees het citaat goed en bepaal welke het sowieso niet is. In dit citaat wordt door de schrijver gezegd dat hij allemaal jonge lezers kent die veel literatuur lezen. En dus zal het wel bij alle jonge lezers zo zijn. Klopt dat? Vraag 24. Let op dat je bij het antwoord op deze vraag citeert. Dat wordt namelijk gevraagd. Let bij het beantwoorden van je vraag op signaalwoorden. In alinea 4 zie je 3 signaalwoorden. De zinnen waarin die signaalwoorden staan zijn het goede antwoord. Vraag 25. Zorg dat je bij zo'n vraag, in dit geval een tegenstelling, de 2 zinnen voor en de 2 zinnen na de tegenstelling leest. En inderdaad, daar staat vaak het antwoord. Vraag 26 is een inzichtvraag. Vraag 27. Bij deze vraag moet je de opbouw van de tekst een beetje snappen. In het begin van de tekst, in de inleiding, stelt de auteur de hoofdvraag. In de rest van de tekst geeft hij antwoord op die vraag en in de laatste alinea probeert hij een samenvatting, een conclusie te geven als antwoord op die vraag. De overkoepelende vragen over 2 teksten zijn altijd wat lastiger. Vraag 28. Bij deze vraag zoek je beide begrippen nog eens op. In allebei de teksten staat de uitleg van de begrippen er direct achter.
Lees die begrippen en probeer voor jezelf te bedenken wat de overeenkomst is. Vraag 29 is een erg lastig geformuleerde vraag, waar je maar één punt voor kunt behalen. Ik zou zeggen, sla deze vraag over en maak hem pas als je klaar bent met je examen en nog tijd over hebt. Vraag 30, 31 en 32 zijn inzichtvragen. Tekst 4, vraag 33. Je leest alinea 1 goed door en je bekijkt wat de schrijver daar doet. Streep direct de foute antwoorden door, zoals C, het is geen anekdote van de schrijver, en D, want dat wordt pas in alinea 2 uitgelegd. Als je goed kijkt zijn zinnen 1 een bewering en dat wordt verder uitgewerkt in alinea 1. Bij vraag 34 vind je het goede antwoord door de zin te lezen en het antwoord te geven na de term duurzame inzetbaarheid. Zoals je nu al vaak hebt gezien zijn de antwoorden van vragen te vinden na het citaat, begrip of zinsgedeelte. Vraag 35. Het tomatensoep-experiment wordt genoemd ter illustratie. Zie de eerste regel van alinea 3. Daar staat illustreert dat. Illustreert wat? Je moet dus terugkijken in de tekst. Vaak staat de verwijzing de regel ervoor. En in dit geval ook. We consumeren vooral wat we voorgezet krijgen. Welke van de meer keuzeantwoorden lijkt daar het meest op? Vraag 36. Zoek voor deze vraag naar uitdrukkingen of woorden die met eten te maken hebben. Dus als je woorden ziet zoals onverteerbaar, getrakteerd en smakelijk opdienen, dan kun je die noemen. Bij deze vraag moet je de hele tekst gelezen hebben en direct snappen dat het woordspelingen zijn. Zie je ze in eerste instantie niet, dan is deze vraag wat lastig. Vraag 37. Bij deze vraag moet je kijken wat voedselpoortwachter betekent. Dat staat altijd erna beschreven. Zo ook in deze tekst. Voedselpoortwachter wordt in regel 61 genoemd. In regel 62 tot en met 66 wordt uitgelegd wat het betekent. Die uitleg moet dus zoveel mogelijk in het meerkeuzeantwoord staan. Vraag 38. Bij dit soort vragen moet je het slot van de tekst lezen. Het slot van deze tekst is alinea 9 en 10. In alinea 9 staat dan ook het antwoord. Vraag 39. Bij vragen over de titel moet je kijken of je letterlijk een titelverklaring in de tekst ziet staan. De titel gaat vaak over de gehele tekst en niet over een deelonderwerp, net zoals bij de hoofdgedachte. Vraag 40. Het antwoord op deze vraag vind je wederom in het slot van de tekst. In de allerlaatste alinea, alinea 10, staat in de eerste zin het juiste antwoord. Die zin wordt in het meerkeuzeantwoord net iets anders geformuleerd, maar uiteindelijk staat er hetzelfde. Tot slot vraag 41. Een vraag over de hoofdgedachte gaat over de hele tekst en niet een stukje tekst. Daarom kan je A direct wegstrepen. Burgemeesters en staatssecretarissen worden alleen in de inleiding aangehaald. En het is overigens maar één burgemeester en één staatssecretaris. Bij antwoord B staat iets over confrontatie wat niet in de tekst staat en antwoord D wordt helemaal niet genoemd. Er staat in de tekst niets in over het oordeel van de media. Het is dus antwoord C en die vind je vaak en nu ook hier in de laatste alinea. Nu al deze vragen zijn behandeld, kun je concluderen dat de meeste antwoorden vaak na of voor het gevraagde citaat of zinsgedeelte staat. Daarnaast worden vaak synoniemen gebruikt in meerkeuzeantwoorden. Kijk bij de hoofdgedachtes naar de inleiding en het slot. Let goed op signaalwoorden, want veel antwoorden kun je daaraan herkennen. Ik hoop dat je iets aan deze trucjesvideo hebt gehad. Succes met je eindexamen Nederlands.